Hallo, nu zal ik oefening lijnstuk 10 maken. Ik teken eerst het lijnstuk AB. Nu teken ik zijn middenloodlijn. Je klikt eenmaal op het lijnstuk. Het is al gelijk waar. Zo, heb ik net gedaan. Nu bepaal ik het snijpunt van de middenloodlijn en lijnstuk. Doe ik snijpunt. Ik klik als de twee objecten vetjes staan, het lijnstuk en de middenloodlijn dus. Zo, dat is gebeurd. Nu teken ik het punt X op de middenloodlijn. Punt op object. Ik zal even de naam moeten wijzigen. Moet het punt X zijn, hoofdletter natuurlijk. Nu bepaal ik de afstand van het punt X tot het punt A en de afstand van het punt X tot het punt B. Afstand van het X tot het punt A en van het punt X tot het punt B. Zo. Wat zie je? Wat stel je vast? De afstanden zijn gelijk. Nu verplaats ik het punt X op de middenloodlijn. Ik zal kijken wat er gebeurt met de twee meetresultaten. Ze veranderen, alle twee, maar ze blijven allebei hetzelfde.